hebben wel lekker een bakje koffie gehad, of niet? Ja, en een lekkere appelflap. We zullen het morgen beleven als we wakker worden. Nou, lieve vrienden, een hele goede middag, deze zaterdagmiddag. Het is alweer, ja, schrik niet van de tijd dat ik nou in de lucht kom. 15:35 en we leven op zaterdag, dus zei ik al, 6 februari. Ja, ik zat even om te spoelen, et cetera, en koffie te maken. Zometeen komt Marjan, maar die heb ik eerst gevraagd, omdat ze toch langskomt om hier naartoe te komen. Dan voel ik er niet uit. Even naar de zomer, ik wil even een pakje gehakt hebben. Want dan kan ik die lasagne vandaag of morgen klaarmaken. Ik denk dat morgen wordt, maar in ieder geval dan heb ik het in huis. Dus dat is nou lekker een broodje met gebakken ei is. Ja, heb ik ook zin in. En een lekkere beetje kukken soep erbij. Ja. Maar in ieder geval, het komt allemaal wel goed. Ik heb net een bakje koffie. Net heeft Karin me gebeld. Ik ga ook vandaag proberen om deze licht te krijgen weer en weer op mijn computer te zetten. Ik moet ook nog de vlog zien te renderen vandaag, maar ik kwam later bed, want ik heb vannacht weer eens een keer niet geslapen. Het was 8:30 geweest, geloof ik. Ja, zoiets, 9:00. En daarna ben ik pas in slaap gevallen. 2 keer eruit geweest om naar de wc te gaan, maar ja, dan slaap je wel meer in, normaal gesproken. Maar... Eet het maar. Dat is niks, kinderen. Dat is niks. Hallo. We zullen er even wat aan doen. Nou? Rijka? Nou? Rustig, hè? Er is toch niks? Ik zou niet weten wat. En ik heb ook geen geluid gehoord. Niks. Je hoort ze praten, denk ik, hiernaast of zo. Nou, en? Dat ze hun klagen voor mij, hoef ik nog niet te klagen voor hun. Ja, nee, niet slijmen. Daar beginnen we niet aan. Nee, lief zijn. Ja, lief zijn. Allebei lief zijn. En dat kennen jullie wel. Ja. Kennen jullie rustig wel? Ja, lief zijn. Zelfs de boefjes. Ja, het zijn net kleine kinderen, toch? De tijd is veilig. Maar oké, lieve vrienden, als Marianne er is, dan pak ik de camera vanzelf er weer bij. Tot dan. Doei. Daar hebben we onze Elwing, die hoort eentje miauwen. Daar hebben we Rijka, die hoort er ook eentje miauwen. Dus deurtje open, de pop kan er al van binnen. Ja, echt waar. Waar zijn jullie nou? Oh, daar. Dat kan ook een beetje anders, hè? Maar ja, ik had jullie ook gezegd dat Marjana zou komen. Ja, en die is er. Ja! We hebben al lekker een bakje koffie gehad, of niet? Ja, en een lekkere appelflap. Omdat het zaterdag is. Ja, en op zaterdag mag alles, hè? Tuurlijk.
Tuurlijk. En op zondag mag nog veel meer, hè? Precies. Op maandag is minder. Ja, en die is dan weer iets minder. Ja, maar ja. Ik vind het prima. Ja, nou ja, van ons mag alles. Precies. En wat ze in Den Haag zeggen, moeten hun weten. Maar het is gewoon bullshit, flauwekul. Want je moet juist naar buiten. Want bij de vorst, dan gaan alle bacteriën dood. Met de warmte gaat alle bacteriën dood. Door de regen wordt het ook nog eens een keer gefilterd. Ja. Ja, wat wil een mens nou nog meer? Ja, zeg het maar. Heer, dames. Die weet ook niet wat ze zal. Want die is weer aan het uitdagen. Hé? En die hadden net weer op de show de Hannes gehad. Ja. Zo, moet ook nog even gapen. Ja, kan je helaas. En daar hebben we onze Kandolf. Hé, Kandolfie. Kandolfie. Ja, die wil met Rijka vechten en dat gebeurt niet, want ik weet wat ze gaat doen en dat mag niet. En dus de harde wind in de kop. Ze mag wel naar buiten, maar zonder Rijka. Want ik ga niet continu opletten. Ja, nee, jij, nee, weg jij. Dat waren mijn benen die jou lekker tegenhielden, hè? Waar ben je? Ja? Is die, dat dacht ik al. Zo. Ja, ik ben een dikke boef. Je bent een dikke boef. Hé. Hey. Ik hield je lekker tegen. Je bleef lekker op mijn been hangen. Haha. Probeer eentje te spotten, maar dat lukt niet anders dan twee anderen in de weg zitten. Ja? Nou. Kandolf. Kandolf. Allebei de koppen. Dat niet. Ik haal allebei de kopjes deze kant op. Ja, nou, ik heb Marianne net boven de boel laten zien en mijn nieuwe wasmachine laten zien. En die vindt ze mooi. Ja, weet het, ze maakt niet uit. Als hij maar werkt, toch? Ja, maar het oog wil ook wat. Ja, dat is het. En ik kan je wel zeggen, het is maar een domme wasmachine, maar die domme wasmachine moet het wel doen. Ja, dat is ook zo. Dus zo dom is die dan niet. Nee. Nou, weet je, ik ben blij dat het weer doet. Hoor. Daarom, daarom. Ja. Maar ja, oké, we gaan nog een bakkie leut doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei, doei. Kijk, en ook hier is het gaan sneeuwen, maar het is heel, heel fijn. Je ziet het niet vallen. Dus ja. Heel fijntjes. Maar het begin is toch. Ja. En dan waait het ook hier als een raket hoor. Het rare pal zie je natuurlijk. Dus ik ben blij dat ik voor de bui weg ben geweest. En nou in een bedje lag. Maar ik kreeg het last van maag, dus ja, dan ga je er even uit. Even medicijnen. Ik sliep bij me. En toen. Ja. We zullen het morgen beleven als we wakker worden. Hoe het er dan uitziet.